ik schijn samen te wonen met een zekere Ben. Er woont een Ben hier in mijn huis. Nou, ze mogen roepen. Ben! Ben! Om over een ander rond te gaan bezuinigen dat hij samen woont. Wat niet waar is. En dat diegene in elkaar geslagen is op 1 januari. Ja, hallo lieve vrienden. Een hele goede middag vanaf deze kant geweest bij Corina en de Beestenbol. Het is al laat hoor, de middag is laat. Het is 3:15 en we leven op dinsdag 5 januari. Ik moet dus nog van alles en nog wat doen, maar ik was niet vooruit te branden, want ik was vanochtend goed ziek van de hoofdpijn. Wat gaan we doen? Oh nee, snuffelen. Zodanig dat ik ook last van maag had en misselijk was. Nou, begin nou een beetje op te knappen. Maar ik hoorde van een lieftallig iemand die mij heel dierbaar is, diegene. Hoorde ik dat er weer roddels over mij door de stad heen gaan. Ja. Nou, let op. A, ik weet niet of jullie het kunnen zien aan mij, maar 1 januari schijn ik in elkaar geslagen geweest te zijn. Nou, diegene die dat rondvertelt, die weet meer dan ik, want ik weet van niks. En ik schijn samen te wonen met een zekere Ben. Er woont een Ben hier in mijn huis. Nou, ze mogen roepen. Ben! Ben! Weet jij waar Ben is? Nee hè, wij kennen geen Ben. Ja, één Ben van vroeger. Maar die zie ik maar een paar keer per jaar en dat is meestal met de juttertjesmarkt. En dan staat hij op de markt met honing te kopen en alles. Dat is, en die is getrouwd, dus met die Ben. En dat is ook mijn type niet eens. Nee. Nee, ik heb geen man over de vloer. Ja, wel waar. Mag niet liegen. Dat is mijn man. Gandalfie. Ja, dat is mijn kereltje. Ja. Dus voor de rest, ja. Ik weet het niet hoor, maar diegene die dat rond vertelt, ik weet dat je ook naar mijn vlogs kijkt. En er zijn er meerdere die naar mijn vlogs kijken. Die moeten toch ook weten dat ik niemand over mijn vloer heb, want dan had hij al lang al eens een keer in beeld geweest. Ja, of dat per ongeluk is of expres of gewoon dat hij ook met me meedoet. Ja. Jongen nog aan toe, maar ach jongen, ja, breek me de bek niet open. Diegene die dit rondbezuint, die is heel diep en laag gezakt. Ja, ik had het nooit niet achter jou gezocht, wel bij een ander, maar niet bij jou. Nee, hoe moet jij zoiets eigenlijk verzinnen? Ik zou er zelfs niet eens niet op komen. Om zoiets te verzinnen over iemand anders die ik wel of niet mag, maakt even niet uit. Maar wat heeft onze lieve Heer vreemde, gekke, achterlijke, mag ik me nog meer zeggen? Nou ja, ook, gewelddadige mensen op de wereld rondlopen. Ja, ook mensen die geweld gebruiken. Hallo, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Waarom kan er geen vrede wezen over de wereld? Maar ja, dat is aan jullie om na te denken. Degene die dit rondbijzuint. Daar is het voor om na te denken van waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom val ik die vrouw lastig? Doe ik jou wat? Dacht het niet, hè? Nee. Oké, ik rij wel eens door je buurt, maar er woont nog een vriend van me. Ja, het is nog je buurman ook. Goed, hè? Daar kom ik ook. Ja, zeker weten. Het is je buurman. Ja, dan weet je denk ik wel genoeg. Maar ja, daar kom ik gewoon. Maar ik laat jou met rust. Simpel.
Ik hoef niet bij jou te wezen hoor. Nee. Dan zou ik ook nog een kerstcadeau in brievenbus gedaan. Heb ik ook niet gedaan. Nee. Vind ik niet nodig. Maar oké, lieve vrienden. Alle gekheid op een stokje. Ik ga met mijn hondjes uit en ik zeg tot straks maar weer. Doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik zal even goed gaan zitten. Ketten, de boel hier weer schoon, spik in pan. Jullie staan er nou, dus ja. Het is allemaal weer keurig, netjes. Ik heb een lekker bakje koffie voor me staan. En dan zal ik mijn eigen nieuwe stofzuiger pakken. En dan ga ik proberen die deken die ik altijd over me heen heb even af te zuigen. Want die ziet er niet uit. Die was gisteravond laat. Met mijn stoel, daar heb ik ook een rem aan, dat ik niet meer kan rijden, dus nou, geen kant meer op. Dan was die aan blijven hangen, wist ik niet. Dus die deken, die sleepte met me mee over de grond heen. Nou ja, je weet wat op de grond valt met twee honden, en vooral met Elwing. Dus ja, dat ding, dat zit er nou echt niet uit. Vreselijk. Dus die ga ik proberen even af te zuigen terwijl die op de, ik hang hem op de bankleuning. Eerst de ene kant, dan ga ik de bank zuigen, dan de andere kant. Dan blijft hij schoon, snap je, aan de ene kant. Dus ja, ik ga eerst nog een bakje koffie doen, dat zal al wel afgekoeld zijn, want het staat er al een tijdje. En ja, ik heb er nog zo zitten te prakkezeren en te denken van hoe krijg je het in je hoofd. Om over een ander rond te gaan bezuinigen dat die samen woont, wat niet waar is, en dat diegene in elkaar geslagen is op 1 januari. Oeh, waarom? Wat is daar de reden van? En dan zou ik, bij wijze van spreken, al samenwonen met iemand, maak ik dat uit en niet die ander. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Zijn er weer twee gek. Moeten jullie naar buiten? Moeten jullie naar buiten? Rustig, rustig, rustig. Kom maar. Nou ja, laat maar gaan. Ja, het wordt donkertjes. Dan kan ik tenminste rustig die deken even zuigen. Ja, gaan we doen. Even groot licht erbij aan. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol hoe het moet. En tot later. Doei!